Welkom allemaal bij mij thuis. Ik denk, ik maak even een filmpje om te laten zien wat je allemaal kan doen met Blackboard Collaborate. Zodat we ook in deze heftige tijden met het coronavirus toch nog onze studenten les kunnen geven. Ik ben naar onze ICT-dienst gegaan en ik heb even gevraagd wat kunnen we doen met online lesgeven. En ik heb een linkje gekregen naar een instructiefilmpje. Dat duurt 10 minuutjes en daar krijg je best wel snel te zien wat je allemaal moet doen voor Blackboard Collaborate. Maar ik dacht van, ik laat toch even zien dat het echt werkt, dan vertrouw ik dat meer. Dus kijk even mee, dan laat ik je zien hoe je het beste kan doen. Om het te laten zien gebruik ik even een course uit periode 1, want die wordt toch niet meer gebruikt. Dus ik dacht van, daar kunnen we wel mooi even mee experimenteren. Wat je doet. Je maakt eerst een knop aan in het menu'tje, zodat de studenten daar naartoe kunnen gaan. Dus natuurlijk plusje. En dan doe je dan content area. En dan noem je die bijvoorbeeld video college. En dan vink je hem aan, want dan kunnen de studenten er ook bij. Dan ga je naartoe. En dan zeg je hier, ik wil een tool. En ik wil dan Blackboard Collaborate Ultra. We willen natuurlijk wel Collaborate Ultra en niet de simpele Collaborate. Overigens, ik moet even zeggen, ik heb hem op Engels staan. Maar in het Nederlands staat dit, daar moet je mee vertalen, dan staat hij onder hetzelfde nummertje. Dus, Blackboard Collaborate Ultra, noem het weer, Video College. En check even dat hij inderdaad available is. Dat hij toegankelijk is voor de studenten. En dan klik je op Submit. Dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om als docent je studenten deel te kunnen laten nemen aan jouw college. Dus je klikt erop en dan kom je eigenlijk meteen al in het scherm waar je video colleges gaat geven. En je moet het zo zien, je hebt hier een course room en dat is waar het gebeurt. Dat is eigenlijk het klaslokaal. Dus als je dit scherm hebt, dan zit je nog niet in het lokaal. En als je dan hier op deze puntjes hier rechts klikt en je klikt op Join Course Room, dan ga je in het klaslokaal. Dus dan sta je voor de klas. En nu sta je nog niet voor de klas. Op dit moment kan niemand je nog zien. Dat komt straks pas. En omdat je nu hier in Blackboard gezet hebt, kunnen de studenten hier dus ook bij via dezezelfde link. Ik zal je even laten zien hoe dat eruit ziet. En daarvoor heb ik op mijn computer heb ik het scherm wat de docent ziet. En ik heb hier ook mijn laptop meegenomen. En met de laptop ga ik inloggen als een student. Dus dan kun je een beetje zien hoe het vanaf de kant van de docent eruit ziet en hoe het van de kant van de student eruit ziet. Ik ga erin, dus ik klik op Join Course Room. En dan krijg ik een nieuw venstertje en dan ga ik erin. Hij vraagt nu of hij, er komt nu een pop-upje van of je toestemming geeft om je webcam te gebruiken voor zowel video als geluid. Dus dan moet je op toestaan klikken, want anders kunnen studenten jou niet zien en niet horen. Dus ik klik op toestaan en ik klik nog een keer op toestaan. En dan gaat hij even testen of je microfoon er doet, dus dan moet je zien dat het paarse balkje beweegt. Dan zeg je van yes, it's working. En dan wil je nog weer een keer toestemming voor beeld. En dan moet je even kijken of je jezelf ziet en dan zeg je ja, werkt ook. En dan geeft hij ook nog de mogelijkheid om een tutorial te doen. Maar die slaan we even over, want we weten al hoe het werkt. En dit is dan het scherm wat je ziet als je een videocollegegever bent. Nog steeds op dit moment kunnen de studenten jou niet zien en niet horen. Gaan we zo meteen zien. Ik ga eerst even hier laten zien hoe het eruit ziet voor de kant van de student. Oké, dus hier ben ik ingelogd als student. Ik kan een naam voor mezelf geven. Ik heb nu een gastlinkje gemaakt. Dus ik heb mezelf een naam gegeven, Sietse. En ik klik op Join Session. En nu zit ik dus in dezelfde sessie als waar de docent er ook in zit. En nog steeds, ook als student, kan ik nou nog niks zien en niks horen. Ook hier moet ik weer toestemming geven om mijn webcam te gebruiken en om mijn microfoon te gebruiken. Nu zitten we allebei in de sessie. En we kunnen nou hier op dit paarse knopje drukken en dan kun je met elkaar praten. Dan kun je zeggen iedereen, dan kun je zeggen hallo. En dan zul je zien dat hier
opeens hallo gezegd wordt. En hier kan ik ook wat terug typen. Hallo, Sietse. Wat leuk dat je er bent. Oké. Als je net wil dat studenten je kunnen zien en horen, gebruik je deze twee knoppen hier onderaan. Dus met het microfoontje zet je je geluid aan. En nu kunnen studenten mij dus horen. En als ik nou het video-icoontje aanzet, dan kunnen studenten mij ook zien. En dat kun je ook zien, want als je op de laptop kijkt, dan zul je zien dat ik dan opeens vol in beeld ben. En als student kan ik natuurlijk ook mijn stem delen en ook mijn video delen. En met name het video delen is dan wel leuk, want dan kun je ook zien tegen wie je praat. Goed. Dit is dus even in vogelvlucht hoe je Blackboard Collaborate kan gebruiken. Ik heb het nog nooit echt gebruikt, dus dit heb ik uitgevogeld dat je dit zo zou moeten kunnen gebruiken. Hoe dit echt werkt, weet ik ook nog niet. Gaan we volgende week mee experimenteren. Kijk vooral even dat filmpje wat ik doorgestuurd heb. Ik zal hem ook even bij dit filmpje neerzetten. Als je daar dan op klikt, dan krijg je dat instructiefilmpje van die mevrouw van de Hansen zelf. En die kan je dan verder helpen. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat we zo een beetje online videocolleges gaan geven. Ik vind het zelf ook heel spannend. Ik ga wel proberen om volgende week ook een college te doen. En ik hoop dat jullie ook mee aan de slag gaan. En als ik nieuwe dingen leer, of je hebt vragen, dan moet je me wel even mailen. En dan gaan we kijken of we hier wat moois van kunnen maken. Succes allemaal. Doei!